Voordat je je chutney gaat maken, moet je peper eerst uittesten. Want er is peper die heel heet is en andere die zijn bijna paprika. Dus van tevoren moet je al je peper hebben uitgetest. Vrouwenorganisaties spelen een belangrijke rol in kleine gemeenschappen. Niet alleen zorgen ze voor onderlinge communicatie, maar ook voor de versterking van kwetsbare vrouwen. In Nikeri is Stichting Moederhart zo'n organisatie. Zij staat haar leden ook financieel bij door hun te trainen in mini-ondernemerschap. Ik ben Nandini Dinai, de voorzitter van de Stichting Het Moederhart. Onze doelgroepen zijn de vrouwen en de jongeren. En natuurlijk, onze doelstelling is armoede bestrijden op elk gebied. Wij hebben jongeren die hier komen voor allerlei activiteiten. De bedoeling is om ze weerbaar te maken, zodat ze nu al leren hun mening te vormen. En de vrouwen betrekken we bij allerlei activiteiten, zodat ze wat inkomen voor hunzelf kunnen genereren. Zoals ik u net vertelde, dat we bezig zijn de vrouwen weerbaar te maken, maar ook financieel weerbaar. En een van onze dingen zijn, waarmee de vrouwen bezig zijn, is het proces hoe ze chutney maken. En dat wil ik jullie vandaag laten zien. Ze maken chutney voor de verkoop, zodat ze wat centen kunnen verdienen ermee. Als u met mij naar binnen loopt. Zoals ik zei, gaan we vandaag chutney maken. En hier zijn de dames. Zij is Sangita. Hier heb je Sita. En dit is Mila. Deze zijn de dames van Stichting Het Moederhart, die toch het proces rondom chutney maken, rondom eromheen, alles kunnen. En dat gaan ze vandaag demonstreren. Kijk, om chutney te maken heb je verschillende specerijen nodig. Hier, de pan is nog heet. Dan zet ik, dit heet dhania. Dit zet ik erin. En hier heb je dan die sarso. Hier, dit heet mangrail. Dit is die methi dan. En dit heet jira. Dit alles moet je even doorbakken, zodat het echt een de beetje een beetje gaar wordt. En dan? Daarna gaan we het malen. In de molinex. Oké, en wat doen die andere dames? Kijk, hier is ze bezig de peper te ontpitten. Wij zetten geen pitten in onze chutney. Dus zij is bezig de peper te ontpitten. Die gaan we straks gebruiken in onze chutney. En zij schilt de mayas. Die we ook gaan fijn maken. Om dan dat proces geheel te kunnen afmaken. En hoe lang duurt het voordat dit gaar is? Hier, voor, het hangt, wij werken meer op feeling. Hè? Dit gaat ze doordoen om en bij 5 tot 7 minuten. En we voelen even aan zo, van, is het gaar? Kijkt u hier, het breekt. Dat wil zeggen. Zolang het breekt is ja, het gaar? Ja. Zonder dit is je chutney niet compleet.
zoals u ziet, maken we onze chutney altijd met zonnebloemolie. En ja, we merken dat zonnebloemolie voor onze chutney beter is. Want op een of andere manier blijft onze chutney langer goed. Nu zet ze de peper in de pan. Die andere ook. Ik Dan gaat ze wachten tot het een beetje gaar is om dan knoflook erbij te voegen. De ingrediënten zijn lichtbruin gebakken. Nu gaan we onze maya bijvoegen. U zult zich afvragen van waarom de peper gesneden is. We snijden onze peper zodat het... En we gebruiken alleen rode pepers. Als we het snijden en in onze chutney zetten, straks als je het gaat verpakken, ziet het heel aantrekkelijk uit. Voordat je je chutney gaat maken, moet je je peper eerst uittesten. Want er is peper die heel heet is en andere die zijn bijna paprika. Dus van tevoren moet je al je peper hebben uitgetest. Mm-hmm. Anders krijg je, ja, anders krijg je dan, even nu heeft ze net zout erbij gevoegd. Ja. Ja, dan, als je je peper niet van tevoren hebt onderzocht, dan krijg je een chutney dat niet op level is. Laat me dat zo zeggen. En hoe lang moet je dit bakken, dat mengsel van alle kruiden? Dat alles, dit is een proces van begin tot eind, een proces van een kwartier. Oké. Okay. Van deze chutney, want we maken andere soorten chutney. Je snijdt je maya in blokjes, daarvan maken we ook. Maar deze chutney die we vandaag maken, is speciaal voor onze bara. Oké. Okay. Dat gaan we u straks ook laten zien. Oké. Okay. Ja. En hoe zijn jullie op het idee gekomen om chutney te vervaardigen voor Kijk, de verkoop? Ja, dank u wel voor de vraag, want het is heel erg belangrijk. We hebben gemerkt dat er zoveel maya's, zoveel birambi's, zoveel pomelicitair gewoon onder de bomen liggen te rotten. Want mensen wisten niet wat ze ermee moesten doen. Dus hebben we gedacht van laten we even kijken wat we ermee kunnen doen. En toen zijn we op het idee gekomen laten we chutney maken. En dan kopen we op van deze mensen. Als je het opkoopt krijgen ze een soort wat zeg je, stimulans voor ze om meer te produceren. Okay. En vandaar dat we op het idee zijn gekomen om gewoon chutney te maken. En deze chutney is veel gevraagd. Ja. Peper in de... Ja. Die peper prikt. Ja. Ja. Tientje met mij. Tien. Tientje. Wat gaat nu erin? Nu gaat ze die chutney masala erbij doen. Oh, chutney masala. Dit heet chutney masala. De ingrediënten heb ik straks net laten zien. Mm-hmm. En nu zet ze dan die masala erin. En u ziet zelf, straks is die chutney klaar en dan zie je het de rode peper staat er heel netjes en mooi bij. En zij die niet zoveel peper willen hebben, die kunnen het opzij zetten. Ja, ja. Hoe weet je wat de verhoudingen moeten zijn van de verschillende kruiden die erin Kijk, gaan? We hebben dit bakje, hè. Dit bakje, en dat is als we 3/4 van onze bak hebben gevuld, dat is voor 1 kilo geraspen maya. Maya. Ja. Oké, okay, dat is een maat. Okay. En op 1 kilo gaat deze masala, wijs even, 3 van die lepels gaat erin. Oh, 3 lepels. Ja. Okay. En zout zetten we gewoon op feeling.
Want onze maaien verschilt ook. Als je hele groene maaien hebt, moet je minder zout erin zetten. Als je halfrijpe maaien hebt, moet je ietsje meer zout zetten. En in die groene maaien, hele groene maaien, moet je een beetje suiker zetten. Want die is dan heel erg zuur. Oh, dat is zuur. Oké. Okay. Ja, nu kan je uitmaken. Onze chutney is klaar hoor. Achtergrond van de vrouwen die zijn aangesloten bij de stichting, Stichting Moederhart. Kijk, het is, mensen zeggen altijd achtergestelde vrouwen, maar ik hou niet van dat woord, daarom zeg ik kwetsbare vrouwen. En dat zijn allemaal huisvrouwen die dan de uurtjes dat ze vrij hebben, dat ze ons kunnen, bij ons kunnen, om mee te helpen. En daardoor, laat me zeggen, weerbaar worden. Behalve dat we het niet hier maken, doen we nog andere dingen. We zijn ook in beweging. We laten ze bewegen, gymnastiek, dus aerobiek. Want de meeste van de vrouwen kunnen zeggen van, ja, ik beweeg thuis de hele dag, werk ik. Dat weten we wel ook. Maar hier is een bepaalde ritme die we volgen. Dus dat. En wanneer we goede dagen hebben gehad, hebben ze toch een centje verdiend. En van het beginproces tot eind, als ze meedoen, dan krijgen ze wel wat. Kunnen ze wat verdienen. En ze vinden het heel erg leuk om hier bij ons te zijn. Ja, het is een fellowship. Ja. In het begin was het wel moeilijk hoor, want die mannen deden moeilijk. Maar nu zien ze, ja, alles gaat prima hier. Er worden geen rare dingen gedaan hier, dus... Ja, het is een heel proces geweest om de huisvrouwen mee te krijgen. Hoe ziet een productiedag van jullie eruit? Bijvoorbeeld een dag als deze, maar dan echt voor de verkoop. Wat zijn de volumes die gehaald worden? Een chutney Het zijn grote en kleine dagen. Wanneer we maken ook chutney voor activiteiten voor mensen. Wanneer ze een huwelijk hebben of een verjaardag hebben ze vragen. We hebben zelfs voor onze president een keertje gekookt, maar oké. Ja, maar dan hangt af van hoeveel de vraag is. Als er een grote aanvraag is, duurt het de hele dag. Als het een kleine is, bijvoorbeeld, laten we in kilo's praten, 20 kilo, dan heb je een halve dag nodig. Om alles van die chutney-ingrediënten, van peper, knoflook, alles bij elkaar een halve dag. En we werken eigenlijk niet meer dan een halve dag, al gaat het proces volgende dag door. Want we willen wel mensen hebben die gemotiveerd zijn en niet moe zijn. Dus daarmee houden we wel rekening. We maken niet meer dan 20 kilo per dag. Welke producten produceren jullie allemaal? Wij hebben een productenlijn onder de naam Maharani. Wat Maharani betekent koningin. En wanneer we, ik heb al verteld, we werken met kwetsbare vrouwen. En ik vind dat ze allemaal koninginnen zijn als ze iets durven. En dan hebben we onze chutney, we hebben onze baramix, onze pulauri mix, we hebben onze kokosolie. Maar behalve dat hebben we ook de chutney masala. Dus voorlopig hebben we deze producten. De ingrediënten die nodig zijn, waar halen jullie die allemaal vandaan? De ingrediënten kunnen we bij een... Ik koop bij een dealer die het rechtstreeks van ergens van het buitenland brengt. Bij hem koop ik omdat het dan goedkoper is. En dan koop je in een bepaalde hoeveelheid. Hoef je niet bij de Chinees of bij de winkelier te gaan kopen. Ik heb het altijd in voorraad. Dat is dan die ingrediënten. En onze grondstoffen, die maya, die birambi, die pomelicitair, die kopen we gewoon van de burgers. Wij willen onze chutney wel promoten in het buitenland. Maar daarbij hebben we dan de overheid nodig. En we werken er naartoe dat de overheid iemand stuurt om ons te helpen om onze label in orde te krijgen. En gewoon wat bijscholen. Bijscholing is er nodig. Bijvoorbeeld standaard bureau, die hebben we echt nodig om ons de weg wijs te maken. Zodat wij dan echt als Surinaams bedrijf groot kunnen worden en... We denken al groot, laten we groot worden en ook kunnen uitvoeren naar het buitenland. Ja, maar het is wel een bekend product, bijvoorbeeld in Guyana, Trinidad, Jamaica of zelfs zo. In Nederland, ja. In behalve Nederland. Caribisch gebied, ook in Nederland. Ja. Ja. Oké.
Want als ik naar Nederland ga, neem ik mijn chutney altijd mee en het is zo op. Waarom zou de Surinamer voor chutney moeten kiezen die gemaakt is door de vrouwen van Stichting Moeder Aard? Nou, we weten, we hebben hygiënelessen gevolgd, dus alles is prima. En het zijn vrouwen die graag dat werk doen. Het zijn vrouwen die weerbaar moeten worden, economisch weerbaar moeten worden. Het zijn vrouwen die voor hun kinderen moeten zorgen. En echt, men moet kiezen, men, als men wil, voor onze chutney. Want de vrouwen hebben het echt nodig. Ze hebben het moeilijk en ze willen graag wat bij verdienen om een handje te kunnen helpen in hun huishouding. Er zijn in alle gemeenschappen zijn er organisaties als een Stichting Moeder Hart. Dus die vrouwen die bundelen om elkaar bij te staan. Wat voor motivatie heeft u voor zulke vrouwen die nu hebben gezien wat jullie allemaal doen en het ook zouden willen doen voor zichzelf, maar ook voor hun gemeenschap waarin ze wonen, hun dorp of hun staat of de omgeving in ieder geval? In Nkeri is het een beetje anders dan in alle andere districten. Hier wordt er veel pesticiden gebruikt in de landbouwgronden en wij motiveren de vrouwen om gewoon moestuintjes aan te leggen. Zodat ze gewoon misschien overdekt met gaas of wat, dat ze hun eigen groenten gebruiken. En wanneer ze leren planten, kunnen we ze bijstaan. Dan hebben we de overheid ook nodig, bijvoorbeeld LVV, die ons dan wat moestuintjes, we beginnen bijvoorbeeld met 20, nou, kunnen bijstaan over ziekte, plagen, grondbewerking en noem maar op, planten aanmaken enzovoort. En als we dat doen, planten de vrouwen dan ook peper, hè? En wij kunnen dan is het een directe link. Ja. Zij mogen hun groenten planten en de pepers kunnen we opkopen. Dus eigenlijk hebben ze dagelijks hun groenten en ze kunnen wat verkopen, gelijk verkopen. Okay, wat heeft u nog meer als tips voor zulke organisaties die ook zoiets willen opstarten? Ik denk in de richting van, kijk goed in je omgeving. Er zijn zoveel planten, bijvoorbeeld medicinale planten, waarmee we wat kunnen doen. Hoe denken jullie ook eraan? Hoe en wat kunnen we ermee doen? Alles wat je doet, daarin heb je de overheid toch nodig. Al is het niet de overheid, dan andere organisaties die ons kunnen bijstaan. Bijvoorbeeld, ik geef maar een kleine dingen van bepaalde soort bladeren. Bijvoorbeeld die citroengras. Het heeft verschillende verschillende werkingen op bepaalde en bepaalde ziekte bijvoorbeeld of ik weet niet wat. Maar als je niet weet hoe te gebruiken, dan ga je ermee zitten. Maar wij hebben van de oudjes wel gehoord hoe al drink je citroengras als thee, je hebt geen schadelijke werking, krijg geen schadelijke werking van. Dus we willen graag weten van hoe we dit kunnen doen. Wij hebben van onze stichting hebben we 2 vrouwen die al zelfstandig zijn geworden. Ze maken nu haar eigen kokosolie. We helpen haar dan verkopen. 1 maakt gebakjes, zij zet het in de winkels en zij verkoopt het. Zo zou ik aan andere vrouwen of ook mannen hoor. De gendergelijkheid moet er zijn, dat ze moeten kijken waarin ze goed zijn, laat ze een business beginnen daarin.